Hoi, welkom bij de bekendmaking van de winnaar van de Goudse voorronde van de Nationale Voorleeswedstrijd. Er kan maar één school de winnaar zijn die doorgaat naar de voorrondes van de Zuid-Hollandse voorleeswedstrijd. En de keuze die moet gemaakt worden door de jury. En die wil ik graag aan jullie voorstellen. Dan geef ik als eerste het woord aan de juryvoorzitter. En dat is Hayat van Bibliotheek Gouda. Hallo allemaal, mijn naam is Hayat Alhassad en ik werk bij de Bibliotheek Gouda. En hartstikke leuk dat jullie mee hebben gedaan aan de voorleeswedstrijd. Het was heel spannend om al die filmpjes te kijken. Maar we hebben gelukkig één winnaar kunnen uitkiezen. En dan geef ik het woord aan Bart van Boekhandel voor Kijk. Ja, ik ben Bart Jansen, ben boekverkoper bij Boekhandel voor Kijk. En ik wil eventjes de man die de filmpjes opgenomen heeft, wil ik eventjes complimenteren. Want ik vond het hele leuke filmpjes, met een leuke achtergrond. En ik wil alle deelnemers bedanken voor het voorlezen, want wat heb ik genoten van jullie verhalen. Dankjewel, we gaan er straks verder over praten. En de jury is niet compleet zonder Herma, ook van Bibliotheek Gouda. Hallo allemaal, ik ben Herma Geerdink en ik werk in de bibliotheek. Wie weet hebben jullie mij wel eens gezien in de wijk Bloemendaal in Van Noord of in Kinderbibliotheek Grovewelle. Wie weet komen we elkaar een keertje tegen. Ik heb heel erg genoten van alle voorleesfragmenten. Spannend, vrolijk, echt heel erg goed gedaan door jullie allemaal. Dan richt ik het woord aan Boas. Ben je met je breuken bezig? Vraagt Maartje. Ja, ik haat die dingen. Kom, dan doen we het samen. Zijn we gauw klaar. Als Tuurs moeder de keuken inkomt, zitten de twee kinderen te rekenen. Dicht tegen elkaar aan. Je hebt het hartstikke goed gedaan. Het was een spannend verhaal. Je inleiding was ook heel goed. Je sprak duidelijk. Het was ook heel leuk hoe je het ook vertelde. Ondanks dat het een beetje een verdrietig verhaal is. Hè, want het ging over de oorlog. Dus dat is echt heel mooi. Ik vond dat Boas een hele mooie stem had. En echt heel goed en verstaanbaar voorlas. Ik vond dat zijn grootste kwaliteit. Het was het eerste fragment wat ik ging luisteren. En ik vond het heel mooi zoals je het voorlas. Je kon zien dat je het zelf leuk vond wat je voorlas. Terwijl het toch eigenlijk ook wel een beetje een verdrietig verhaal is wat in de oorlog speelt. Je stem was goed. Was fijn om naar te luisteren. Dan ga ik naar Jurre. Jero had de radio zeker harder gezet. Sympathiek. Van Mick. Hij perst de laatste druppels urine uit en drukt intussen op de spoelknop. Jurre, je hebt een password voorgelezen. En je bent gelijk maar bij de eerste hoofdstuk begonnen, wat heel slim was. En heel spannend. En ik wilde graag het boek gaan lezen. Dus dat heb je wel bereikt bij mij. Ik vond dat hij heel goed op de juiste momenten de nadruk legde op wat hij vertelde. Dus dat vond ik ook heel sterk. Jurre, jij koos meteen het begin van het boek. En dat vond ik echt een goed gekozen fragment. Want je bouwde een bepaalde spanning op. En ik dacht echt van, dit wil ik verder lezen. Ik wil weten hoe het boek afloopt. Verder legde je ook heel goed emotie in je stem. Wanneer je dacht van het wordt spannend of het is grappig. Heel goed gedaan. Lotte, jij hebt het nieuwe spookhuis. Daar heb jij een fragment van voorgelezen. Voor haar ogen strompelt zombie Herbert het bos uit. Het wandelende lijk komt recht op hen af. Met opengesperde witte ogen kijkt hij één voor één aan. Het was heel griezelig en spannend. En normaal hou ik niet van griezelverhalen, want ik ben een beetje bang voor alles wat griezelig is. Maar ik vond dat je het zo leuk vertelde, ondanks dat het wel griezelig was en spannend, wilde ik ook het verhaal verder lezen. Bij Lotte vond ik dat de fragmentkeuze van het boek gewoon heel erg geslaagd was.
En ook de nadruk legde zij op de goede plek bij het voorlezen. Vond ik een heel sterk punt van haar. Lotte, jij hebt een griezelboek uitgekozen. Ik hou normaal ook niet zo van griezelverhalen. Maar het fragment wat je koos was heel goed. Er zat een opbouw in. Je dacht even van, hey, het gaat goed aflopen. Maar toen werd het toch weer spannend. Want ze werden toch ingehaald bij hun vluchtpoging. Echt leuk om naar te luisteren. Dan kom ik bij Sohela. Ha, nu heb ik jullie, riep hij. Doe iets, vlug, smeekte mevrouw ten Kate. De invalide pakte een van de krukken die achter op het wagentje zaten en mikte hem tussen de benen van de woedende man. Nou, jij bent echt een geboren actrice. Het verhaal was zo grappig, ook spannend. En ook, je kon het ook heel mooi uitbeelden. Dus daar, ja, dat is echt een compliment waard. Ik doe het je niet na, want het was echt zo leuk gedaan. En je voelde je ook heel erg op je gemak voor de camera, vond ik. Ik schoot gewoon in de lach toen ik haar zag. Het was zo'n frisse verschijning. Het lijkt heel makkelijk wat ze doet, maar ze moet heel veel geoefend hebben. Want je kan niet zomaar alle kanten uitkijken en dan toch nog precies weten waar je gebleven bent met voorlezen. Ze las niet alleen voor, ze speelde theater. Dus ik vond dat echt een heel bijzondere manier van voorlezen. Ik, net als de anderen, al zeiden van, ik schoot gewoon in de lach. Het is een grappig verhaal, ik kende het niet, maar ik zou het heel graag lezen. Je bracht heel goed weer dat het grappig is en dat er vreemde dingen gebeuren. Het was echt een beetje theater waar ik naar keek. Ik heb er echt van genoten en ik werd er helemaal vrolijk van. We gaan naar de bekendmaking van de prijs van de winnaar, hè, van de voorleeswedstrijd. En het was heel moeilijk. Drie van jullie zaten echt heel dicht bij elkaar. Dat was echt minimaal verschil. Maar één van jullie sprong eruit. En we waren het unaniem over eens dat het... Sohela, jij bent het geworden. Van harte gefeliciteerd. Echt een applausje waard. Van harte gefeliciteerd namens de jury. Jij hebt het heel leuk gedaan. Wat ik je eerder zei. Echt een geboren actrice. Ik wens je heel veel succes bij de volgende rondes. Maar voor deze voorleeswedstrijd in Gouda ben jij de winnaar geworden. Van harte gefeliciteerd. En heel veel succes. Sohela, gefeliciteerd. En heel veel succes bij de volgende ronde. En blijf allemaal lekker lezen.